We staan hier op het station, dat is een plek, er komen honderden, duizenden mensen op een dag en die moeten allemaal reizen van A naar B. En voor sommige mensen is het heel moeilijk om een kaartje te kopen en dan ook bij B te komen. Er zijn de laatste jaren steeds meer partners die zich bezighouden met volwasseneneducatie. Ook omdat we zien dat basisvaardigheden een probleem is op verschillende domeinen in het leven. Een goed voorbeeld is de groep mensen die schulden heeft in ons land. We zien onder schuldenaren dat die mensen soms last hebben van rekenen of last hebben van lezen. En we hebben ook gezien dat mensen die zorgproblemen hebben, dat er een relatie is met het niet kunnen begrijpen van de taal die ze in de zorg gebruiken. En daarom is het goed dat we leren in de educatie hebben, waar kennis over volwassen educatie gebundeld is. Er was de laatste jaren veel te weinig aandacht voor volwassen educatie. Nu is er eindelijk weer een opleiding en dat is nodig. Wat echt materiaal, een doorlopende leerlijn. Nou, hoeveel keuzevrijheid hebben de leerlers? Kunnen zij zelf... Ja, het is heel fijn dat er nu wel weer een opleiding is waar mensen zich kunnen scholen. Het leuke is dat er mensen op afkomen die zelf al werkzaam zijn in het veld, maar toch heel graag een verdiepingsslag willen maken en van elkaar willen leren. En NT1 is echt een vak. Digitale media zijn tegenwoordig het middel om informatie te verspreiden. En het is heel fijn als er voorbeeldfilmpjes zijn of achtergrondartikelen waarmee mensen uit het NT1-veld, of dat nou professionals zijn of vrijwilligers of andere betrokkenen, dat die dat daar kunnen vinden. In de kennisbank vind je niet alleen onderzoeken, zoals het onderzoek over financiële vaardigheden, het onderzoek over taalvaardigheden, maar je vindt er ook heel veel praktische basiskennis, zoals hoe leer je iemand bijvoorbeeld goed lezen, of hoe je mensen leert rekenen of betere digitale vaardigheden kan aanleren. Maar ook hoe je mensen werft voor trajecten basisvaardigheden. Het is een plek waar elke professional uit het werkveld dat kan vinden wat hij of zij nodig heeft.